Yo, de gasten, en welkom bij een nieuwe aflevering van FC DDG. We zijn nog steeds bezig om te kijken wie van ons nou de beste speler is in deze serie. Ja, we weten het eigenlijk al, maar we moeten bevestigen. Maar nu willen we een officiële bevestiging hebben. Ik ga jou weer infighten. Ik ga met hetzelfde team spelen als de vorige twee potjes. Ik heb iets aangepast. Ik heb een andere iets aangepast. Ja. Oké, nou, top. Ben benieuwd. Het hele idee is dat de persoon die als eerst twee potjes wint, dus best out of three, dat die de serie wint. En de afgelopen twee wedstrijden hebben we allebei gelijk gespeeld. Dus dit is de winnende wedstrijd, tenzij het weer gelijk wordt. Ja, tenzij het weer gelijk wordt. Want anders is het de best of three en dan wordt het gewoon 1-0. Oh ja, dus wie nu wint, die... Die wint. Is de winnaar. Zo. Nou, ja, het is allemaal wat, jongens. Het is allemaal wat. Ik ben benieuwd wat voor een team jij hebt. Jij hebt het een beetje aangepast, wat best wel slim is op zich. Ja, die Matri was echt ramslecht, maar ik had gewoon Morata op de bank, dat wist ik hem. Wat ik wel opvallend vind, is dat we wel veel kansen creëren. De afgelopen twee potjes, maar ja. Dat het dan net op een of andere manier toch fout gaat of net goed gaat, zeg maar. Niet zozeer van, dit is echt een goed opgebouwde goal waarvan je 100% of waarvan je het niet in één keer zag aankomen. Ja, eens. Precies wat jij zegt. Oh, nu is mijn linksback weg. Dat is niet zo fijn als daar Bill staat. En Aubameyang en Royce. Oh, ja, nee. Ja, oh, ja. Keeper! Ja. Keeper! Hij zit! Verrek! Ja. Ja, het was een mooie goal, maar wat doet Howard nou weer? Howard stond net zoals wij die vorige keer, staat goed te kijken. Kijk dan. Maar kon hij erbij? Ja, ik weet niet, maar hij had op zijn minst even aan kunnen lopen. Hij bleef gewoon bij de eerste paal staan van, deze bal gaat erin, denk ik. Ja, het leuke van Aubameyang is, dat zag ik laatst, hij heeft fucking goede voorzetten. Hij heeft echt als een spits heeft hij iets van 85 voorzetten. Ja, heel erg goed gedaan. Nee! Oh. Ja, en... Nee! Met zijn buitenkant rechts, waarom? Ik wilde hem trampen, maar ik denk, nee, zo ben ik helemaal niet. Jawel, je bent niet zo de rol, maar jij ook. Nee! Wow! Howardje, wat ben je nou toch allemaal aan het doen, joh, pannenkoek? Penna. Ja. Oh, nee. Waarom val je niet? Als hij valt, is het een penalty. Ja, dat weet dat jij, klopt, ja. Dat weet ik, dat weten we allemaal. Ja! Ah, ja! Wat kut. Moeratata. Waarom... Poeier van je welste. Ja, dat wel. Hier, dan maak je zo'n sliding en dan andere verdedigers die gaan dan weg. Maar ik moet wel zeggen, het is hij zat gelijk. Er heel erg lekker in. Ja, ook, maar het is weer gelijk. Ik ben Rob, ik heb er moeite mee. Ja, nee! Ja. Oh, Howard! Recht op de keeper. Oh, Howard stond pronkelijk een keer op de goede plek. Ah, nee! Nee, nou is er ziek veel ruimte daar. Oh! Ja, Auba, je bent zo shit. Ja, hij is echt kut voor mij. Ja, buitenspel. Niet. Ja. Kutzooi. En altijd gelijk. Doet hij eindelijk iets? Oké, nu kan ik ook gewoon, nu kan ik iets doen met deze corner. Want, een scheidsrechter fluit anders toegehouden. Ja, verrek! Oh! Nee! Oh! Goed, is goed. Hey, keeper! Ouder. Oh, sterk. Als hij nou fluit, word ik echt gek. Ja. Nee! Ja, dat voelde je aankomen. Je voelde het aankomen. Ja, het is ook zo, maar ik ging wel 1-1. Ik heb fuck dit! Ik ben weer heel erg effectief. Het is gewoon elke keer dingen, hoe kan dat? Nou, oké. Bakamboe! Bakamboe! Komt hij erin? Ja. Vol Houba. Ja, fuck Houba. Bakamboe! Nee. Bakamboe! Nee! 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 Ik dacht, hij kan er nooit bij. Dat was heel raar. Mijn verdedigers gingen niet heen. Nee, oh, dat wat klopt. Een beast. Ah. Kijk dan. Kijk, die bal viel er zo tussenin. En toen kwam die rechtsback, maar toen toch weer niet. En toen probeerde ik je nog dit dood te dit deed hij heel erg lekker. Maar het was een hele aangename, lekkere, hele mooie, fijne goal. Ja, hij neemt hem niet! Dan gaat hij dan ook naar hem. Daar heb ik ook niks aan. Nou, ik denk dat je er meer aan had dan het andere. Ja, ja, dat is wel een doelpunt. Met je tweede schot op goal. Ja, dat is effectief. Wie is het? Gabi, nee. Kolarov. Kolarov. Nou, Raul, nou moet ik wel zeggen, ik vind, stel het wordt nu weer gelijk, dan vind ik wel dat ik heb gewonnen. Ik heb gescoord met Kolarov. Kijk, maar die verdediger liep ook gewoon weg daar. Ja, maar dat is altijd bij die triple tapjes. Als de keeper ze niet heeft, dan zitten ze eigenlijk altijd. Want de verdedigers, die schieten hoger in zijn eigen goal. Nee. Nee, Bakambu. Nee! Benna. Nee, de 90ste. Dit ga ik missen ook. Nee, klaar. En geel. Dit ga ik missen. Dit ga ik missen. Oh, nee. Oh, mijn oortje verloren. Oh jee. Ja, kan je? Ja. Kan je? Ja.
Let's go! Had Aubameyang er maar in laten staan. Ik speel nu alles op de aanval. Ja, ik speel niet meer. Let's go! Treurig! Hey, no look. Fuck! Toch. Las ik daar al. Dankjewel, Rob. Door die penalty. Alright, yes. En we hadden afgesproken, de verliezer moest het team discarden, dus ik hoef mijn derde voor een Bill niet te discarden. Ja. Hadden we dat gedaan? Nee. maar dat betekent wel dat FC DDG inmiddels beëindigd is. Jij wordt ontzettend erg bedankt voor het volgen van ons tijdens onze reis. Onze DDG-reis. DDG-reis. Binnenkort komen er heel veel andere video's aan, dus daar kan je naar uitkijken. Als je meer FIFA-video's van ons wil zien, staan onze kanalen zoals altijd in de beschrijving. Ja. En wil jij er nog iets aan toevoegen? Ik vond het superleuk. Joejoe! Joejoe! En FIFA points kopen zijn stom, want je haalt bijna nooit je winst eruit. Doei!